Laten we het eens hebben over winkelinrichting. Want op het moment dat je van volledig lineair naar toch een nieuwe stroom wil invoegen op je winkelvloer, waar loop je tegenaan, Marianne? Um, nou, waar wij momenteel tegenaan lopen, is uh, dat uh, voor uh, het verlengen van de levensduur van producten, onderhoud en service ongelooflijk belangrijk is. En tot nu toe was dat niet in elke winkel even zichtbaar. Dus we proberen dat ook veel zichtbaarder te maken. Uh, dus de, de, de werkplaatsen bijvoorbeeld veel centraler in de winkel. En uh, die zijn cruciaal voor alle onderdelen eigenlijk van onze duurzaamheidsprogramma's. Uh, dus die proberen we ook heel erg rondom de werkplaatsen te organiseren. Doe je dat ook zodat mensen zien dat er noeste arbeid verricht wordt? Dat het handwerk is? Nou, dat, dat vind ik heel mooi. He, dus dat mag je best laten zien. Ik vind transparantie op dat vlak he, heel belangrijk. En we mogen dat, dat werk denk ik ook wel wat uh, hoger inschatten. He, of wat meer uh, uh, belangrijk vinden. Uh, maar ik denk dat de boodschap naar de consument gewoon heel belangrijk is. He, je kan je producten laten repareren. Gooi ze niet meteen weg, je gooit waardevolle dingen weg. Uh, dus ja, dat is echt wel iets wat we heel duidelijk proberen te maken. Ja, ja Arnoud, als het gaat om communicatie over dat je dit doet, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, ja, daar leren we ook nog steeds lessen. Hè. We hebben bij ons tweedehands aanbod hebben we uh, uh, resale genoemd. Uh, maar we merken bijvoorbeeld dat klanten dat zien als een soort uh, opruiming, als een soort sale. Uh, ja, dus, nou ja, het uh, woord zit erin. Ik kan het blamen. Dus dat moeten we, dat, dat lichten we ook wel toe in de winkel, maar ja, blijkbaar wordt dat onvoldoende goed, goed opgepikt. Dus we zijn aan het kijken hoe we dat beter kunnen communiceren. Ik denk ook wel dat dat uh, uh, over tijd wel steeds duidelijker wordt. Dat de klanten ook moeten wennen van, hé, hey, wat is dit? En als ze het eenmaal snappen, dan omarmen ze het ook, zien we. Um, ook, ook de zichtbaarheid in de winkel, daar kunnen we ook nog wel uh, stappen maken. Nu zijn het soms 6, uh, 7 segmenten in de winkel. Uh, dus, dus je moet ook zorgen dat dat voldoende attentiewaarde krijgt. Hoe bedoel je zes, zeven segmenten? Uh, hoe we het presenteren in de, in de winkel, dus, dus aan de wand, en dan heb je dus, zeg, zes, zeven meter. Oké, okay, op die manier, ja, ja, segmenten. Ja, 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 ja. Nu begreep ik van mensen die uh, uh, in een Zeeman filiaal resale shopten... Mm -hmm. um, dat ze vonden dat het er wat rommelig uitziet. Dat er heel veel door elkaar hangt. Dat, het, um, dat ze dat ja, dus niet duidelijk vinden. Is dat iets wat je herkent? Ja, daar zie je ook wel weer het verschil tussen een klant... die uh, tweedehands winkelt en uh, misschien de, de reguliere Zeeman klant... die door ons uh, assortiment uh, gaat... Dat bij, bij tweedehands uh, uh, zie je vaak dat het helpt als je op kleur presenteert, op kleurblokken. Uh, en dus niet op maat. Dus je bent dan binnen een kleur die je, die je zoekt, ben je aan het kijken: van hangt mijn maat ertussen? En dan moet je natuurlijk ook weer geluk hebben, want er hangt vaak maar één, éénzelfde item in één maat. Uh, dus dat, dat vraagt een andere manier van. Uh, van, van presenteren ook. En uh, inderdaad, zo'n zo vak uh, zo'n segment kan snel een beetje rommelig uh, indruk uh, geven. Ja, ik kom dan wel vaak in, in winkels waar ze alleen tweedehands verkopen. En daar proberen ze ja, net zo mooi en, en slik te presenteren. als in een, in een gewone winkel. Ja. Zijn er afwegingen die je al maakt. wat betreft uh, het presenteren, nieuwe stijl? Ja, je ziet dus het goed, daar leren we heel, van, heel veel van op dit, op dit vlak. En hoe meer meters je allokeert voor een assortiment... hoe beter je het ook kan presenteren. Dus de winkels waar we nu alleen baby- en kinderkleding aanbieden... dan heb je ook veel meer de kans om de broeken bij de broeken te hangen... en jassen bij de jassen en ook die kleurblokken goed te presenteren. Lijkt me best lastig nog voor jullie. Want inderdaad, misschien heb je maar één winterjas... Uh, dus je ja. kan. Dus... dus ook een heel sterk wisselend uh, assortiment. En dat, dat, dat is een, een derde die echt opvalt. Uh, die vernieuwing is heel belangrijk. We hebben echt heel veel klanten die elke week even komen binnenlopen. Dus je moet ook zorgen dat dat vak elke week weer. Uh, zeker minimaal één keer in de week. Dus, uh, ja, uh, aangevuld wordt en uh, nieuw aanbod uh, bevat. Heb je daarvoor genoeg nieuw aanbod? Ja, ja nee, er is uh, aanbod genoeg. Ja? Ja. ja. Hoeveel kan je daar iets over delen? Nou, we zorgen altijd dat elk filiaal een soort van ijzeren voorraad heeft waar ze uit kunnen putten. Dus, dus uh, ze, dat ze altijd in staat gesteld worden om uh, 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 lege plekken weer aan te vullen. Ja, ja. Je, uh, Marianne, je had het net over die werkplaatsen als centrale plek uh, om te laten zien dat gerepareerd wordt en weer klaargemaakt wordt voor de verkoop. Um, wat betreft de hoeveelheid ruimte die je in gaat richten voor, uh, voor deze vorm. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, wat mij betreft kan dat niet groot genoeg zijn. Maar ja, er zijn meer stakeholders in een bedrijf. Hè. Gelukkig komt er vanuit Frankrijk centraal ook wel... Uh, komen er nieuwe plannen voor... waarin de werkplaatsen ook uh, heel uitgebreid zijn. En, en dat moet ook wel als je met zo'n groot assortiment te maken hebt. Hè. Het repareren van een tent is iets heel anders... dan het repareren van een fiets. Tot nu toe zijn de werkplaatsen in Nederland... heel erg gericht op het repareren van fietsen. Maar... Uh, ja, het is ook ontzettend zonde als iedereen zijn matrasjes en zijn tenten bijvoorbeeld uh, of zijn subs uh, weggooit. Ja. Dus uh, we hebben echt heel veel geïnvesteerd in het uitbouwen daarvan en we kunnen al ontzettend veel en hopelijk uh, uh, over een paar jaar nog uh, veel meer. Dus dat moet je ook zichtbaar maken. En hoe zit het dan met als ik zo'n abonnement zou willen afsluiten, stel voor mijn kind wil op atletiek? Nou, die moet aangekleed worden, juist de schoentjes erbij alles. Um, en je, je vindt dat die abonnementsvorm heel belangrijk? Hou je daar rekening mee, of is dat iets wat je bij de kassa invult op een papiertje? ja, die abonnementsvorm, die, die vereist juist dat wij heel veel service en, en reparatie kunnen geven. Want als er, dan blijft de eigenaar van de producten. Dus dan zijn wij ook verantwoordelijk als er iets gerepareerd moet worden. Dus vandaar dat daar ook zoveel focus op ligt. Dus het wordt een eigen hoek met eigen brand of communicatie. Uh, de werkplaatsen zijn al een eigen hoek. Hè? Alleen nu zijn ze soms ook een beetje uh, weggestopt achter in de winkel. En het idee was altijd, ja, dat zijn meters waar je niet zoveel aan verdient. En in de circulaire economie zijn dat de belangrijkste meters. Maar dat gaat over die werkplaats. Maar ik bedoel de plek waar ik kan zien uh, dat er een tweedehands skibox uh, te koop is. Of een... Uh... Uh, of inderdaad een nieuwe wielren-outfit. Daar zijn twee manieren voor. Hè. Je kan een apart tweedehands uh, hoekje maken... of je kan het opnemen in het assortiment. Ze zijn ook allebei al getest oh. bij uh, Decathlon. En het hangt een beetje af van de grootte van de winkel... wat het best werkt. Over het algemeen zie je wel als je het integreert in de, in de schappen... dat dat een beter effect heeft. Omdat mensen nou eenmaal voor een bepaald product komen... en dan blij zijn dat ze daar ook de tweedehands versie ervan zien. Hé, hey, dat is een interessante dus dat mensen uh, bij het schap... Ik, noem maar, ik blijf maar even in de wielrenkleding. Uh, ik weet dat jij een achtergrond hebt in wielrennen. Ja, klopt. <laughs> uh, dat je toch naar dat rek toe gaat in plaats van... En daar de beslissing maakt. Ja. Van ik koop... Ko kies ik de nieuwe of de tweedehands uh, variant... Of het abonnements, de abonnementsvariant. Dan een apart hoekje. Ik denk ook dat dat past bij de maturity, eigenlijk van hè, hoe je met circulair bezig bent. Dat het op een gegeven moment een, 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 een normaal onderdeel moet worden hè, van, uh, van je assortiment. Zou dat iets voor jullie zijn, Arnoud? Nou, ik wil net zeggen, die schrijf ik even op. Want dat is inderdaad wel een, een, een goed inzicht. Dat, je, dat kunnen we binnen de pilot ook onderzoeken. Of, of het tweedehands aanbod, wanneer we het verweven met ons reguliere aanbod, uh, ja, ook goed, uh, goed opgepakt wordt. Ja. Ik vind het ook wel een, een mooie invalshoek om dat zo aan te vliegen. Dus dat zou, zou je misschien naar Zeeman kunnen trekken? Hoe zou dat eruit kunnen zien? Ja, dus als je die ene jas hebt waar jij het net over had, dat je die dan bij de andere jassen presenteert. En inderdaad, uh, ja, onze klant zeker, die, die koopt heel doelbewust. Dus die zijn op zoek naar een jas. Nou, dan hangt ook die tweedehandsjas daar.